kijk dan op de cavia, kijk dan. Dit is toch space, man, dit. Hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is Nederland? Goedemorgen! Onder de rook van Amsterdam. Heerlijke dag. Gaan we weer testen hoe gasvrij is Nederland. We moeten allemaal langzaam van het gas af. En dus gaan we langs bij een goede kennis van mij die daar zeer actief mee bezig is. Hugo, kennis, kom. Ik heb je nog helemaal niet voorgesteld. Kijk jongens, cameraman Sjoerd. Geluidsman heeft. Hey! Zo, fijn dat we langs mogen komen, Hugo. Tuurlijk, altijd. Oh man, ik wist wel dat je mooi woonde, maar oh jeetje. Oh, dat uitzicht, joh. Vet, hè? Ja, nou, we zijn vandaag bij jou natuurlijk op bezoek, omdat wij een beetje horen dat jij enorm bezig bent met duurzaamheid. Daarvoor ben ik hier gaan wonen zelfs. Oh, oké. Okay. Ik vind het tof om mijn eigen dingen te verbouwen. Dus ik eet het jaar rond, verbouw ik mijn eigen groenten, mijn eigen fruit. Ik heb nu over de 6000 recepten geschreven in mijn leven. Jezus Christus. En het is heel lekker om... Het zijn er 6000 meer dan Sonja Bakker. Die moet ik toch even maken. Een bietje uit eigen grond is beter dan een bietje uit de supermarkt. Ja. En een tomaat uit de kas vind ik lekkerder dan een tomaat uit de supermarkt. En daardoor ben ik dit mini biologisch boerderijtje een beetje aan het starten hier. Ik vind het te gek. Ik had gehoord dat jij cavia's in je tuin hebt lopen om je gras kort te houden. Kijk dan op de cavia, kijk dan. Met die kip. Een soort robotmaaier heb ik. Ja. En die heb ik er dus 25 van rondlopen. En die verwerken ook weer mijn groenafval, omdat ik te veel groente kweek. Ja. Zullen we even buiten kijken? Ik wil even kijken, dit is te leuk. Alles in deze tuin is eetbaar. Oh, wauw. Maar echt alles. Echt alles. Iedere boom, iedere struik, ieder gewas. Ik heb daar dus mijn zonnepanelen. Daar draait het hele huis op. Hier vang ik mijn regenwater op. Wat goed. En hiermee besproei ik dan weer de kas en mijn gewassen. Zodat ik geen kraanwater verbruik. Nou, je doet ook aan isolatie, zie ik. Ja. Kijk uit 1923. De isolatie binnen is heel goed. Elektriciteit is ook goed. Maar daar kom je niet voor. Nou, luister, jij scoort volgens mij al 9 uit 10 punten, hoor. Hey. Je bent de man van het gas. Ja, ja. Wil je zelf ook even gassen? Moet ik gassen? Ja. Je hebt nu een hele mooie auto voor me. Nee, kom maar eens mee. Dodge Challenger. Oh, mijn god. Je hebt gewoon een gym. In je eigen huis. En voor mij heb jij echt het huis goed geïsoleerd. Allemaal dik op orde. Ja. En weet je ook of je cv-ketel, want die heb je er nog wel. Verder doe je heel veel duurzaam, maar je cv-ketel staat die al op 50 graden? Dat weet je niet? Nee, daar heb ik echt geen idee van. Ga ik zo met je doorheen lopen. Dat heet dan de Comfort Challenge. Comfort Challenge, denk je van, hé, wat is dat? Gewoon even gaan naar hoegasvrijbenjij.nl. Jij bent kok. Nou, ik kook nog op gas. Jij zit op de inductieplaat, hè? Ik ben helemaal om. Ik ken gas en ik ken elektrisch. Maar dit is dan magnetisch, toch? Ja, dit is, dat werkt eigenlijk met een magnetisch veld. En als je dit eenmaal door hebt, dit gaat sneller. En je hebt geen hitte. Nee. Weet je hoe heet het wordt in zo'n mooie Franse sterrenzaak? Die waar een mannetje van 40 staat met allemaal gaspit aan. Ja. Dat is gewoon dus het hele, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, dat verdwijnt. Ik kan zelfs, ik wil teppanyaki, nou dan gooi ik een teppanyaki plaat. Ah, ja joh, dat kan gewoon. Of ik zeg ik wil grillen, nou dan zet ik hier nog even een grillplaat neer. Ja. En dan kan ik alsnog zeggen van, hier wil ik hem loeiheet hebben, hier wil ik hem moi hebben. Ja. Zodat ik hem hier dicht ga schroeien en hier laat ik hem rustig doorgaren of andersom. Dus beter voor het milieu en dat telt voor mij echt wel mee. Ja. En deze elektra wek ik zelf op, sterker nog, dat doet de zon voor ons. Ik vind dat super cool. Ja. Dat ik gewoon echt krachtige apparaten heb die gewoon werken op de zon. Dit is toch space, man, dit. Leg je hand erin. Hoe lang staat hij erop? Jezus, nee, dat kan helemaal niet meer. Nee. Maar dit is dan... Ja, dit vind ik zo apart, dat dit dus gewoon niet warm wordt. Nou, snel een eitje bakken. Dat is gelijk warm, dit. Ja, toch? Hoe lang wil je hem doorbranden? Is het wel goed? Dave houdt enorm van doorgebrande eieren. Kijk eens, Dave. Gouden bestekken voor Dave. Mag je eten als een prinsesje, jongen. Oh, je hebt nog een houtkacheltje. Ja, en dan komt de discussie, is dat nou duurzaam of niet? Want ja, ik bespaar hier gas op, maar ik verbrand wel hout. Ja. Dus dan denk ik, ja, dan heb ik dus de hele dag geen gas gestookt, maar ja, wel wat hout. Het is een transitie en ik vind het heel slim dat je zegt, ik doe dat. En dat heft dat andere weer een klein beetje op. Maar nu die gasketel van je. Dan ga je naar een hele bijzondere kamer in het huis. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, dit is echt puur. Het is, ik zou bijna zeggen, je hebt kinderen. Ja, en hier is de cv-ketel. Nou, je hebt hem op 80 graden staan qua aanvoertemperatuur. Dat is veel. Is dat veel? Ja, dat is veel te veel. Dat hoeft helemaal niet. Als ik hier nou op druk,
Tak, 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 tak. Nu heb je een aanvoertemperatuur van 50. Dit moet voldoende zijn. Echt? Als je dit nou 2 weken voor mij zou willen laten staan op 50 graden. En als dat comfortabel voelde, dan kun je hem A zo laten staan. En B, dan is je huis ook eigenlijk gewoon geschikt voor een warmtepomp of op zijn minst zo'n hybride warmtepomp. Dat wil ik dus weten. Ja. Ja, dan kom je zo achter. Als dit goed is voor mij, is dit warmtepomp geschikt. Dat is het. Ik sta op 50. Ik ben het gelukkig nog niet. Nee, nou... Jij gaat er wel naartoe, hè? Zo, ik ben er al overheen. Hou dat op. Dat is helemaal niet erg. Had ik ook wel te horen. Hugo, dankjewel. Graag gedaan, hè. Dag, hè. Doei. Nou, Hugo Kennis doet mee met de Comfort Challenge. Wil je ook meedoen met de Comfort Challenge en je cv-ketel op 50 zetten? Gewoon even gaan naar hoegasvrijbenjij.nl.